op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een Action kerst shopvlog. Ik ben gisteren naar de Action geweest en ik heb er best wel veel geshopt, zoals jullie kunnen zien. Ik heb eigenlijk allemaal decorspulletjes gekocht voor de achtergrond van mijn kerstvideo's. Deze achtergrond ga ik dan denk ik ook niet heel veel gebruiken, want ik ben van plan om dus echt een kerstachtergrond speciaal voor jullie in elkaar te planten op mijn eigen kamer. Dit is beneden voor degenen die het nog niet wisten. Ik ga in ieder geval snel beginnen, want het is best wel wat. Doe vast eventjes het duimpje omhoog en vergeet hieronder niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had, want dan zie je nog veel meer leuke video's van mij verschijnen. Ik ga gewoon op random volgorde dingen uit de tas halen. En als eerste heb ik deze. En dit is een leuke theelichthouder. Ja, in kerstboomvorm. En ik vond hem echt heel erg schattig. Dus ja, deze wilde ik heel erg graag hebben. Ik heb ook een beetje voor een wit, grijs, groen thema gekozen voor mijn achtergrond. Dus daar paste deze echt perfect bij. En deze was maar €2,99. Dus dat vond ik hem helemaal waard. Ik had namelijk de dag ervoor al voor de gein van mijn moeder dit gekregen. En dit zijn dus van die nep-vaccinelichtjes die automatisch gewoon gaan. Want op batterijtjes zitten er ook bij. En die past daar perfect in. Deze komen ook van de Action. Ik weet niet precies hoeveel ze kosten. Volgens mij heb ik ze zien liggen voor 49 cent of zo. Ze waren in ieder geval niet duur. Je hebt er 4. Dus daarvoor ga ik er eentje daarin stoppen. Maar ja, die kreeg ik dus voor de gein van mijn moeder. Omdat ik dus al helemaal in de kerstsfeer ben. En mijn ouders nog totaal niet. Maar ja, ik heb ze dus in ieder geval al vast. Zoals jullie kunnen zien komt de zon af en toe door, maar dat komt dus ja, door het raampje boven de deur. En daar hebben we gewoon een gordijntje voor. Dus ik kan het ook niet stoppen helaas. Dus ik hoop dat jullie doorheen kunnen kijken. Maar goed, het volgende dat ik heb is dit mini stolpje voor €3,49. En hier kan je dus onderin ook verlichting. Nou ja, verlichting. Het gaat verlichten als je hier batterijtjes in stopt. Zo ziet hij er van dichtbij uit. Je hebt hier echt een paar kleine schattige antenneappeltjes. En dan staat er een kerstmannetje en daarachter dus een kerstboom. En al die draadjes die er omheen zitten kan je dus verlichten. Dus voor €3,49 vond ik dit ook wel heel erg schattig. Ik vind dat houtthema en dat wit en zo gewoon heel erg tof. Dus ja, die nam ik ook mee. Dan haalde ik een deurstopper. En ja, als je dat zo hoort dan denk je wat. Maar moet je kijken. Het is dus een kerstdeurstopper. Hij was €3,69. En hij is zo ontzettend schattig. En doordat hij dus inderdaad zwaar is aan de onderkant blijft hij ook gewoon goed staan. Het is echt een heel erg schattig sneeuwpoppetje. En zelfs het plaatje hier aan is gewoon super schattig. Dus ja, deze moest ik gewoon meenemen. Er zit ook een haar aan, zie ik nu. Maar goed, ja, ik vond hem gewoon super schattig. Hij heeft ook zelfs een beetje blozende wangetjes. Dus die gaan jullie waarschijnlijk ook wel voorbij zien komen in mijn kerstachtergrond. Dan voor 95 cent haalde ik dit kleine, schattige, decoratieve kerstboompje. Ja, leek me gewoon schattig om erbij te zetten. Misschien gewoon zo met die stolp erbij. Ik heb zeg maar zo'n kast met een paar van die vakken erin waar je eigenlijk ja, dozen moet zetten. Maar het leek me leuk om daar dus de kerstversiering in te zetten voor mijn achtergrond. En ja, deze leek me gewoon heel erg schattig als een klein stukje opvulling. En voor 95 cent is die gewoon heel erg cute. Dan haalde ik voor €2,99 nog deze grote stolp. En dit is een stolp zonder iets erin. De onderkant is volgens mij wel zwart. Dat vind ik wel jammer. Ze hadden een houten of een zwarte. Maar de houten die waren er niet meer helaas. Dus ik heb een zwarte meegenomen. Maar achterin de onderkant. Dus dat zie je toch niet van een afstandje. En ja, hierin wilde ik dus allemaal kerstballetjes doen. Dat zal ik jullie zo meteen laten zien. Maar deze is dus een stuk groter ook dan deze. Maar deze was €3,49 en deze was €2,99. Alleen omdat hier geen inhoud in zat. Dus ik dacht, ga. Ja, deze vind ik gewoon heel erg tof. Ik wilde altijd al een stolp. Maar stolpen zijn over het algemeen gewoon heel erg duur. Meestal betaal je minimaal €10-20 voor zo'n formaatje. En deze was gewoon €2,99. Dus dat vond ik echt een hele goede deal. En voor in die stolp haalde ik dus deze. En dit zijn dus kerstballetjes slingers. Het zijn ook echt gewoon piepschuime dingetjes. Ze zijn €1,45 per stuk. En ik haalde dus twee van deze pakken. En ja, die ga ik dus gewoon erin draperen. En dan heb ik volgens mij wel een heel erg leuk kleurenpatroontje in mijn stolp. Vond ik gewoon heel erg schattig. Ik dacht ook nog, moet ik er nog lampjes bij. Maar ik vind het altijd zo jammer bij een stolp als je er dan lampjes in doet. Dan moet je vervolgens dat stukje waar de batterijen zeg maar in moeten weer buiten de stolp leggen. En dat vind ik er dan weer net niet mooi uitzien. Dus ja, ik heb voor dit gekozen. Dan kwam ik dit tegen. En ik vind dit zo schattig. Het is echt gewoon een heel leuk vosje van hout. En dit is ook echt met dat filter opgemaakt. Hij was €1,72 en ik vond hem gewoon heel erg cute. Ze hadden ook nog een egeltje. En wat hadden ze nog meer? Er staat volgens mij iets op de bon. Vos, egel of eekhoorn hadden ze. Maar ik vond het vosje toch wel het schattigst. En die past ook weer prima tussen de rest van de spulletjes. Dan haal ik voor €2,37 gewoon een grapje. En dat is deze Christmas stocking voor je katten. Het is een Christmas stocking perfect festive treats for your cat. En ik zag dit liggen en ik had echt zoiets van oh wauw. En ik ga het ook gewoon gelijk na deze shopvlog filmen al geven aan mijn katten. Want
ja, ik stond om te wachten tot kerst. Maar je hebt hier dus in ieder geval een speelballetje en een muisje in zitten. Daar doen mijn katten niet zoveel mee, maar er zitten ook tasty catnip biscuits in. En mijn katten zijn gek op catnip speeltjes, dus ik dacht snoepjes zullen ze ook wel geweldig vinden. Daarnaast hebben ze yummy catnip drops erin zitten en yummy milk drops. En melk vinden ze ook altijd goed. Dus ja, ik vond dit echt geweldig. Dus die ga ik zo meteen gelijk aan mijn katten geven. En volgens mij had ik al gezegd hoeveel die was, maar hij was €2,37. En dan als laatste haalde ik deze doos. En deze is €4,99. En dit zijn Decorative Light Chain. En dit zijn dus van die leuke lichtjes met ja, dat draad eromheen. En die koos dus voor de zilver met groene variant. Dit was eigenlijk eerst een van de eerste dingen die ik in mijn mandje deed. En daarop heb ik een beetje het thema gebaseerd. Want ze hadden ook dit met blauw. En ze hadden nog iets van roze en oranje ofzo. Maar ik vond dit toch het meest kerstig. En wij hebben ook een boom, een kerstboom met groen hier in de woonkamer staan. Dus ik dacht, nou, weet je, dit is gewoon prima. Mijn kamer heeft natuurlijk best wel veel groen in zich. Dus ja, ik vond dit wel heel erg leuk. Ik ga deze denk ik over mijn kast heen hangen. Zeg maar dat je hem ernaast ziet en dan met lampjes erin. Dus ja, dat was alles wat ik heb geshopt bij de Action. Ik ben heel erg benieuwd hoe ik het allemaal in mijn kast ga neerzetten. En wat jullie ervan gaan vinden ook vooral. Dus ja, abonneer je zeker om dat niet te missen. En dan zie ik je graag bij een volgende video weer terug. Doe nog een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei doei!